Onze planeet verdient een grote portie nederigheid. Ze wordt bevolkt door prachtige, vaak diverse mensen in uiteenlopende levensomstandigheden. We delen deze wonderlijke plek met microscopisch kleine bacteriën, majestueuze olifanten, hier en daar een dolende wolf, speelse dolfijnen en een enorme variëteit aan planten. Het leven op onze planeet staat echter onder druk. De boreale bossen, koraalriffen, woestijnen en natuurgebieden die ons nog resten, smeken vandaag om onze bescherming. De uitdaging bestaat erin om beschikbare middelen op de planeet te gebruiken en te hergebruiken op een manier dat de planeet zich hiervan kan herstellen. Onze planeet heeft voldoende potentieel aan grondstoffen en voedsel om miljarden mensen gelukkig en gezond te laten leven. Dat voedsel kan duurzaam verbouwd worden en terechtkomen bij alle mensen tot in de verste uithoeken van de wereld en tegen een eerlijke prijs. We willen een gezond en rechtvaardig leven voor iedereen, zonder dat we de planetaire grenzen overschrijden. Kijk, nu lijkt die planeet wel een mooie ronde donut. De contouren geven aan wat de speelgrenzen van onze biotoop zijn. We zien dat mensen blijkbaar toch niet zo gelukkig zijn, ondanks al die schoonheid, rijkdom en mogelijkheden. Te veel mensen zijn op de vlucht, wonen in onleefbare, verstedelijkte gebieden. En niet overal krijgen ze een eerlijk loon om hun behoeften te voorzien. Op vele plaatsen zien we de teloorgang van leefbare groene ruimte in al haar diversiteit. En maar al te vaak is de economische activiteit zo intens dat ze de donut helemaal uit balans haalt. People, planet en profit schuiven dus niet evenwichtig in elkaar. Gelukkig zijn er ook tal van initiatieven om binnen de grenzen van de donut te blijven. Om deze initiatieven kans op succes te bieden, is samenwerking, lokaal en over alle grenzen heen, noodzakelijk. Daarnaast moeten we ook stoppen met strijden om stukjes planeet voor een beperkt aantal mensen veilig te stellen. Dit is de enorme uitdaging waar we met z'n allen in de 21ste eeuw voor staan. Willen we dat dolfijnen niet enkel dansen in onze dromen en dat elke mens zijn of haar plek mag vinden, dan is er geen tijd te verliezen.